Welkom in deze nieuwe video van Polestar. We hebben in de fun namelijk deze gevonden. En mama had de chocolade genomen, omdat ze graag chocomelk drinkt. En ik heb de vanille. Zij drinkt niet zo graag melk, dus dat is een heel opgave voor haar. Maar ik denk wel dat ze dit gaat lusten. Ze mag wel melk indoen, want dat is niet voor haar. Omdat ze nogal niet zo lekker vindt. Ik weet er ook niet zo goed wat we moeten doen. We zullen dit moeten openknippen. Dus een beetje melk in. Ja, elke melk is goed. Dat is volgens gemaakt dat je dat wilt. Je zegt, ik heb niet melk, halve melk, volle melk. Neem maar niet uit. Kun je even de schaar pakken? Dan kan je het weggeven. Maar... Dan kan je, want anders kan het niet openen. Dus je hebt een schaar nodig. Dus, dan gaat het op en dan waait het erin. Zo kan ik allemaal een beetje zoeken hoe je het moet doen. Ik denk dat je de andere kant ook moet openknippen. Denk het. Dat is niks. Allemaal aan de andere kant van de camera. En dan is het door, hè. Nee, dat zie je zullen. Je moest eigenlijk volgens die koe zo drinken, maar dat is niet aan. Bij mij moet het vanille dingen worden en bij jou chocolade. Het is allemaal de allereerste keer, dus we moeten allemaal een beetje zoeken hoe het moet. Dat is wel ietsje nog, hè? Ja, maar die koe moet je dat opdrinken. Nee. Het is goed te vrijden, dus goed voor de mensen. Die mond echt goed delen. Je mag het eerlijk zeggen, als je niet lust, dan mag je het ook eerlijk zeggen. Dan lust je het wel. En dan smaakt het. Met chocolade, ja. Niet lekker. Alleen de moed is best snel moeilijk. Ik denk dat we iets verkeerd hebben gedaan. Ik denk het, maar ze hebben nog chocolade. Maar het stond ook niet echt op hoe dat moest doen. Het komt uit Hongarije. Voor de mensen die moeten weten. Ja, dat is op, hè. Maar dat wil ik hier te weten hoe het precies. Ik heb ook gezien. En er staat erop suiker in, kleur. Dat is er allemaal in. En het is van jullie smaak. Je hebt ja chocolade. Je moet het open knippen en dan drinken. Maar als je drinkt en je knipt het open, dan krijg je allemaal die bolletjes in je drink. Dus je hebt dat. Dat is minder leuk. Want kijk, de bolletjes liggen hier, dus kun je dat liggen nog zien. Er liggen nog bolletjes in, Jan. Je zult op ons woord moeten geloven, want dat gaat niet. Gaan het toch in dat niet meer bij. Dus. En hier ook nog maar bolletjes. Genoeg. Maar misschien moeten we het nog... Dus laat even weten onder de comments. Dus laat het doen, maar... Maar je zou het wel aanraden. Doe dat ding erop. Dat kan niet makkelijk omhoog terug. Ja, want het is warm weer voor de mensen die het afvragen. Tegen dat jullie de vlog zien is het waarschijnlijk al wat herfst. Maar wij hebben de vlog in de zomer op. Dus ermee. We hebben allemaal zo van die leuke tassen. Ja. Onze konijn zit er buiten. Momenteel te spelen. Omdat ze dan maar rustiger zijn. Maar ik vind het persoonlijk niet echt geslaagd. Met chocolade gaat, maar het zijn die dingetjes, die korreltjes, die niet echt goed oplossen. Waarschijnlijk heb ik het verkeerd gedaan. En dat is minder. Nou, wil ik nou eens testen als ik er zo eentje openmaak. Of wat dat dan. Ik ga eens testen. Hè. Dan weten we het meteen. Dus eerst deze voor de zuigen. Gelukkig toch chocomelk, dus normaal is jij dit ook. Voor mij was je een keer sowieso genoeg. Want ja, als je krijgt, je schiet net. Hè, ja.
Ook niet super goed idee natuurlijk. Beter in de middag, want je zegt ja, het is een dorst nog zo, maar niet ga je scheten op een elke wel. Hij is ook bij mij niet. Maar ik doe ook wel een beetje van mijn maag, maar toch. Nee. Nog slechter zegt. Ik weet niet wat ik moet, maar in ieder geval. Ja, het was. Maar ik ga het erop drinken natuurlijk. En vond je dit een leuke video? Weet je hoe dat moet? Laat het ook even weten in de comments. En dan zien we elkaar terug in de volgende video. Tot ziens. Tot ziens.